jij zitten. Als het goed is. Is het niet goed, dan ja, Mark was zo meteen. Wordt gewoon verkocht. Nou, laat maar zien, Richard, met je hond. Kijk, je ziet gewoon dat deze hond die is super ervaren. Die is beslist eigenlijk. Dat gaat snel. Echt zo super snel. Nou ja, dit is een kastje. Mensen staan erachter, nog steeds niks gevonden. Potverdorie, weer een slechte boef daar. Ja, hebben ze. Ja, dat is mijn eigen dochter. Is niet zo erg. Is ingeënt tegen bijten, dus dat komt allemaal goed. Nee, kijk, het blijft een spelletje. Het zijn hele sociale honden, maar uit enthousiasme kunnen ze ooit wel eens een beetje dat bekje open doen. Maar de gat zat er al in hun broek. Dus dat, Je zag wel waarom die turbo heet, hè? Ja, precies. Oké, ik zou jullie willen verzoeken even deze rij die hebben deelgenomen even met Erik mee te gaan. Die gaat jullie haar fijn uitleggen wat zometeen de bedoeling is. Zijn er al vragen? Oh, nou, dat is alles duidelijk. Nou, eigenlijk is het zometeen hetzelfde. Gewoon snuffel, snuffel. Alleen mensen lopen zometeen door. Dus stel dat een hond iemand even niet aan kan snuffelen, dan is het aan de geleider om te kijken of hij iedereen gehad heeft. En je zult zien dat als de betreffende persoon doorloopt, dat de hond er netjes achteraan gaat. Voor de mensen die, of de kinderen die deelnemen, niet stoppen maar doorlopen. Dus loop voorbij de hond, blijf lopen en ga je hier gewoon linksom. Ja. Doe maar net of je de trein wil halen, je hoeft niet te rennen, maar wel doorwandelen. Ga je gang. Loop maar door, jongeman met oranje shirt, doorloop, ja, loop maar. Loop maar door, niet stilstaan, dankjewel. Oké. Kijk, je ziet dat de hond eigenlijk hetzelfde doet als daarnet. Oh, dat was best eng in één keer. Loop maar door, jongeman, met een gele shirt, doorlopen. Kijk, je ziet nu dat de zaak ophoopt. Ja, loop maar door, loop maar door. Ga even overnieuw. Hond is net niet bij de figuranten geweest. Doordat de jonge man in het gele shirtje net eventjes een beetje stopte. Kijk, nu is de betreffende persoon wel aangesloten. Doorlopen, joh. Oké, moet je stoppen. Oké. Okay. Ja, wordt zo meteen afgevoerd, vermoeid. Is 12 jaar, dus het kan, het mag. Vanaf 12 jaar mogen ze meegenomen worden. Dus, nou, je zag, kijk, het blijft een hulpmiddel. Op het moment dat de hond niet de kans krijgt om het aan te snuffelen, dan zou je door dat, ja, hoe noemen ze dat? Door dat visnet heen kunnen glippen. Nou, uiteindelijk lost de geleider dat prima op door de rij nog een keer er langs laten lopen. Dankjewel voor de deelname, mensen. Kinderen, zijn er vragen? Of je een koekje krijgt? Nou, in ieder geval, in dit geval is het een teflonnetje. Maar een koekje kan, maar dan zullen deze honden het niet voor blijven doen. Zolang de hond, kijk, als je het gaat verplaatsen naar de natuur en een hond heeft honger. Ja, dan zal hij niet voor dat beloningsbuisje of voor dat ding gaan werken. Dan moet hij gewoon zijn behoefte voldoen door eten te krijgen. Maar deze hond, in dit geval, al zou je naast de betrokken persoon die de bedrog midden bij had, dat beloningsbuisje houden en dat beloningsblokje, kiezen onze honden voor beloningsbuisje. Waarom? Genetische aanleg voor buitendrift, zoekdrift. En nogmaals, op het moment dat ze honger hebben, dan zullen ze een ander instinct weer gaan aanspreken. Maar in eerste instantie, deze honden zijn knettergek van buisjes, bijtrolletjes, balletjes. En dat moet ook, want als ze dat niet zijn, dan zijn ze, zal het nooit een geschikte zoek worden. Dan zullen ze af. Wat zeg je? Hier wordt gevraagd of er een geur in zit. Nou, dat is een avond van de training, niet op de teflon, maar dan praat je over deze roestvrijstalen buis. Die kun je geurloos maken. In de avond van de training willen we eerst weten of de hond hier gek op is. Die reeds aanleg voor buitendrift, zoekdrift. Dan gaan we dit uitkopen, dit wordt geurloos. Dit gaan we in de stof die we willen betrainen stoppen. Stel dat we cocaïne willen betrainen. De geurmoleculen van cocaïne komt hierop. We kunnen zuiver trainen, we gaan dit verstoppen. De hond gaat zoeken, die heeft een groot geurbeeld. En waar de geurbeeld het kleinst is,
komt dit buisje uit. Dat is wat je doet. Nou, later gaan we de hond voor de gek houden door zoeken in de praktijk. Want we gaan iemand die met slechte bedoelingen de PI komt van nou, hey, wil je dit buisje even meenemen? En dan die hond kan branden. Zo werkt dat natuurlijk niet, dus dat moeten we zelf meenemen. Maar we doen wel, als we weten waar de bron is, stel dat het in de zak is, hey, doen we net alsof dat buisje hier uitkomt. En dan wordt die beloond. Dat is wat je doet. Maar dit heeft dus een trainingsvoordeel. Hetzelfde geldt in principe als je een lijkhond hebt. Stel dat er een lijk ergens verstopt is, de hond gaat zoeken, die komt bij dat lijk uit. Nou, die heeft een heel groot geurbeeld, hè, want daar komt een enorme reuk vanaf. Nou, waar dat geurbeeld is, het is verkeerd voor mijn eigen lijk, maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk vindt de hond dat lijk en waar de geurbeeld sterk is, wordt het buisje tevoorschijn getoverd. Dus onze honden zijn niet verslaafd. Het enige wat we ze hebben geleerd is de geur, en de geur leidt hem naar zijn speeltje. Dat is wat we doen. Stel nou dat we dit vervangen door een tennisballetje. Nou ja, wat zit er aan een tennisballetje? Zit er rubber, er zit jute, er komt allemaal maar op. Nou, dan gaat hij uiteindelijk tennisballen vinden en geen verdovende middelen. Ja, ik kan nog iets meer vertellen over verdovende middelen. We moeten één keer in de twee jaar moeten wij gebreken geschiktheid tonen. Dus Richard met zijn hond, die werkt uitsluitend met deze hond, ook met zijn andere hond. Zij zijn samen gecertificeerd, dat gaat via het deurkeur van de politie. Dus het is een politiespeurhond, ondanks dat wij voor justitie werken. Eén keer in twee jaar gebreken geschiktheid, laten wij examen, wij doen een examen op Schiphol. Schiphol hebben wij vier personen tussen de passagiers, onbekende mensen, die worden uitgenodigd om met verdovende middelen ergens te gaan zitten, dan wel staan of lopen. En wij moeten maar zorgen dat we die mensen traceren, lokaliseren, zoals we dat dan noemen. Nou, lukt dat niet, die vier, dan ben je gezakt. We moeten ook nog twee preparaten vinden in een vrije zoekje, zoals we dat noemen. Dat kan een magazijn zijn, dat kan een onderwijslokaal zijn, dat kan van alles zijn, als er maar geen personen bij betrokken zijn. Nou, alle zes preparaten moeten gevonden worden, dan ben je weer gecertificeerd voor 2 jaar en dat blijft zich herhalen. Plus minus 8 jaar, dan wordt er gekeken of de hond nog fit genoeg is om 2 jaar door te werken. Dus gemiddeld genomen kan een hond werken binnen deze discipline totdat ze ongeveer 10 jaar zijn.